week gaan gamen tot we niet meer kunnen. Alex, ik mag niet zo lang gamen. Maar je moet wel. We moeten namelijk de coolste Minecraft wereld ooit bouwen. Ben jij linkshandig? Like de video dan met je rechterhand. Ben je rechtshandig? Like hem met je linkerhand. Stap 1 van Minecraft. Hak een boom. En ik denk dat we dat het beste daar kunnen doen. We moeten namelijk tools zien te maken voor een huis. Oh, maar Alex, ik ben hier zo slecht in. Hoezo ben je er slecht in? Wie is er nou slecht in Minecraft? Ja, ik denk dat ik dat ben. Dat is gek, want je bent... Oh, Anko, een bij. Kijk die bij. Oh mijn god. Hij zit zo hoog. Oké, ik zie de eerste boom die we kunnen hakken. En we moeten zo meteen wel een huis bouwen. Zombies staan namelijk op niveau moeilijk. En als het nacht is, moeten we ons wel een beetje kunnen verdedigen. Alex, ik heb al 3 hout. Ik ben vet goed bezig. Oh, dat gaat best wel snel, maar Anko... Ja? Kunnen we niet het beste nu gelijk al beginnen aan een basis ergens? Ik vertrouw het namelijk niet helemaal als het zo meteen nacht wordt. Ja, dat snap ik. Maar het is hier nog zo vrolijk in kleuren. Kijk al die bloemen. Ja, nu nog wel, maar straks niet meer. Oké, is goed. Laten we dan maar gauw beginnen dan. We moeten ook eten hebben. Misschien kunnen we die vissen wel killen. Dat is zo zielig. Hoezo is dat zielig, Anko? We moeten overleven. Oké. Wij gaan natuurlijk voor. Oké, pak jij die vis daar? Ik deze hier, ja? Hoe kom jij nou aan de stok? Uit de boom natuurlijk. Oh, aanvallen! Hier komen vis! We weten nodig! Oh nee, welke vis had ik nou als eerst? Ja, ik heb er één, Anko! Oh, lekker, lekker! Oké, die is voor jou. Dan pak ik er nog eentje. Namelijk jij! Oh, Buddy de vis, kom hier! Oh nee. Kom op. Alex, kom op, pak hem! Ik heb nice. Hem! Alex, kijk maar uit! Er zijn heel veel inktvissen ook achter jou! Anko, inktvissen doen niks, hè? Dat weet je wel. Oh nee, dat wist ik niet. Je bent echt een Minecraft noob. Wanneer is het voor het laatst dat jij Minecraft hebt gespeeld? Ik denk echt wel 3 jaar terug. Het spijt me. Oh, jeetje. Oké, nou ja, we hebben tenminste wat dingetjes nodig. Laten we hier het huis bouwen. Ik denk dat dit wel een mooie plek is hier zo. Laten we wat bloemetjes hakken. Ik bedoel, niemand houdt van rode bloemetjes, toch? Ik hou er wel van rode bloemen. Wat zeg je nou? Hoezo hou je van rode bloemen? Wie houdt er nou van rood? Ja, ik. Rood is de beste. Dat je een rode... Wat ben jij eigenlijk? Ik ben een dino. Hoezo een dino? Ik ben een dino. Kijk maar, met mijn rug. Waarom zou je een dino willen zijn in Minecraft? Er zitten niet eens dino's in Minecraft. Oh, maar er zijn ook schapen in Minecraft. Dat zijn toch geen dino's? Oh, dat dacht ik. Nou ja, weet je wat, Anko? Als jij zo graag een rood schaap wil hebben als dino... Kijk eens, dit wordt jouw vriend vanaf nu. Wat? Een rode schaap! Ik zou er wel goed op passen als ik jou was. Oh, maar wat ga je ermee doen? Hoe kan ik hem meenemen? Met wheat natuurlijk. Daarmee kun je hem lokken. Misschien kun je er zelfs een huisje voor bouwen. Hij redt juist van me weg! Je moet hem ook niet met seeds lokken. Je moet er eerst wheat van maken. Dan moet je laten groeien bij het water. Oh, oké. Je bent echt een Minecraft noob, hè? Ik hoop dat hij hier blijft. Wacht, ik box hem even in. Wow. Anko. Hij loopt weg. Je moet dat met hekken doen. Oh, maar Alex, ik ga dus hekken maken. Want ik wil namelijk een hele leuke rode schaap hebben die rode boom te houden. Zie je die rode boom daar in de verte? Wil je hem daarbij zetten? Er zijn zoveel rode bomen, Anko. Ja, maar ik vond het gewoon mooi. Kan je hem niet beter gewoon bij het huis laten ergens? Ja, maar we hebben nog niet eens een huis. Nee, maar die ga ik nu bouwen. Ja, oké. Ik ga bezig. Ik zet hier zo'n ding neer. Ik ga hier tenminste alvast de crafting table neerzetten. Dan heb ik al wat sticks. We hebben namelijk best wel wat stenen misschien nodig, al willen we een huis bouwen. Dus ik ga... Heb je nou ook een crafting table gemaakt? Ja. Dit is toch niet slim, al doen we het allebei. We hebben de materials nodig. Oh, het spijt me. Ik ben Anko, je schaap loopt een beetje weg. Hou je dit wel in de gaten? Oh nee, blijf hier. Oké, dat dacht ik al. Nou ja, ik ga even minen in de tussentijd. Ik heb wat stenen nodig. En waar kan ik die het beste vinden? Natuurlijk ondergronds. Want ik wil niet hebben dat als het zo nacht is... dat er ineens allemaal zombies voor ons staan. En we moeten ook wel torches hebben voor deze nacht. Anders kunnen we helemaal niks zien. Oh, we hebben gelijk kool gevonden. Dit is geweldig. Anko. Ja, Alex, wat hoor is je mij? Ik zit hier in dit gat. Ik heb kool gevonden. Hoe kom je daar eigenlijk zo beneden? Nou ja, gewoon naar beneden graven. Ik heb misschien wel een regel van Minecraft overtreden door naar beneden te hakken. Wat eigenlijk niet zomaar mag. Maar het is voor het goede doel, oké? Is helemaal goed. Alex, vang je me op of moet ik ook naar beneden graven? Anko, ik zou daar blijven als ik jou was. Ik kom zo weer naar boven, ja? Let jij maar even op je schaap in de tussentijd. Oké. Waar is mijn schaap? Oh, gelukkig. Hij is hier. Ik moet nog even veel meer hekjes maken. Kom ik toch aan al dat hout? Oké, ik ben...
ben nog even wat meer hout aan het hakken. Ik moet echt meer hekken hebben voor mijn geweldige rode schaap natuurlijk. Maar ik heb ook een naam voor hem nodig eigenlijk. Oh, ik weet wel eentje. Want in het begin zaten we natuurlijk met vissen. Ik hou van vissen. Ze zijn ook rood. Rode bomen en rode schaap. Ik noem mijn schaap nog gewoon rood visje. Zo, ik heb wat meer bomen kunnen hakken. Waar is mijn schaap? Waar is nou mijn schaap? Oh, daar is hij. Gelukkig, hij is letterlijk bij mijn crafting table. Oh, zo, Anko, dat heeft zo lang geduurd. Ik ben eindelijk klaar in deze mine. Waar is je schaap? Oh, daar is je schaap. Hoe is het met hem? Ah, het gaat wel goed. Ik heb hem een naam gegeven, weet je dat? Je hebt hem een naam gegeven. Hoe heb je hem genoemd dan? Schaapie? Nee, je zou het nooit raden, denk je. Maar wat voor kleur heeft deze schaap? Blauw. Alex, hij is rood. Ja, dat weet ik toch. Ik heb hem toch zelf die kleur gegeven? Oh, ja, maar waarom zeg je dan blauw? Om een grap met je uithalen. Dat jij het nou gelijk gelooft. Maar wat is zijn naam, Anko? Ik ben wel een beetje benieuwd. Nou, ik heb nog een hint voor je, want wat deden we in het begin? Een boom hakken. En daarna? Een vis slaan met een stok. Ja, en wat voor kleur heeft die vis? Stok. Een stok? Welke kleur had mijn stok? Bruin? Nee, niet de stok. De vis, Alex. De vis. De vis, dat weet ik toch niet. Ik heb hem toch doodgeslagen. Oh, oké. Okay. Ik zeg het wel gewoon. Hij heet Rode Vis. Wacht, jij wil zeggen dat het schaap Rode Vis heet. Ja. Oh, Anko, je hebt nog veel. Oh, weet je. Oké, het is jouw schaap. Jij mag de naam verzinnen. Rode Vis. Ja, hij heet Rood Visje. Rood Visje. Oké. Ja, want de vis is inderdaad ook wel een beetje rood. Nou ja, weet je wat? Oh, laat maar zitten ook allemaal. Ik heb tenminste genoeg steen gevonden, zodat we een oven kunnen maken bij de plek van ons nieuwe huis hier zo. En ik heb heel veel kool gevonden. Heb je nou van al je hout knoppen gemaakt? Oh ja. Nee, je hebt er 24. Ja, ik ben door al mijn hout heen. Heb je nog weer nieuwe hout voor mij? Anko, we kunnen helemaal niks met deze knoppen. Heb je... Anko, weet je wat? Ik heb een idee, ja. Ik ga voor jou een axe maken. En dan heb ik het over een axe waarmee je bomen kan hakken. Alsjeblieft, hak ermee alsjeblieft wat hout. En verander het alsjeblieft niet weer in knoppen. Want daar kunnen we echt niks mee. Oh, is helemaal goed. Maar kan deze ook in het rood? Nee, niet alles kan in het rood, Anko. Ga maar hakken. Ik let in de tussentijd wel op je schaap. Is goed. Oh, ik hoop niet dat ik Alex steeds zo boos maak en teleurgesteld. Hé, een grijs schaap. Misschien vindt Alex het wel leuk. Ik ren even snel terug. Alex! Alex! Ik heb een schaap gevonden met een andere kleur. Kijk. Anko, er zijn hier heel veel schapen, hè? Dat weet je. Deze is grijs. Oh, wat? Inderdaad. Zullen we hem ook een naam noemen? Of wil je deze schaap? Nee, Anko. Één schaap in de familie is genoeg. Anders dan ga je er te erg aan hechten. Oké, is goed. Ik ga boom maken. Doei! Joe, die Anko is ook zo geobsedeerd met zijn schapen. Misschien dat ik hem ergens mee kan helpen vandaag. Laten we een kleine farm maken. Misschien hier zo gewoon langs het water. Als ik hier namelijk wat seeds weet te groeien, dan kunnen we het schaap misschien een keertje wat te... Oh, nee. Rode vis? Rood visje, waar ben je? Het is zo gek om dat tegen een schaap te zeggen. Ben ik hem nou letterlijk kwijt? Als Anko hier achter komt. Hallo, weet jij waar de rode schaap is gebleven? Leven? Rood visje? Ja, ik weet het dat je niet een schaap zo moet noemen. Oh, waarom weet niemand het? Rood visje, waar ben je? Oh, ik moet echt een huisje voor hem bouwen. Oh, daar ben je! Oké, blijf alsjeblieft in de buurt, rood visje. Weet je wat? Voor nu mag je wel hier een beetje... weet je wat? Kan ik niet gewoon een gat voor jou graven dat ik jou daarin zet? Blijf staan, rood visje. Goed zo, je doet het perfect. Oeh, je doet het helemaal goed. Kijk, dan sluiten we jou daar eventjes op. En dan kan die niet meer weg. Dan raken we die tenminste ook niet de hele tijd kwijt. Wanneer mijn wheat gegroeid is, kunnen we hem in het nieuwe huis gaan lokken. Die we alleen nog voor moeten maken. Alleen moet Anko dan wel even wat hout hakken. Laten we in de tussentijd nog een paar extra steentjes hakken, zodat ik zelf misschien ook wat betere tools kan maken. En daarvoor moeten we de hele tijd deze mijn openen. Waarom heeft Anko ook alleen maar knoppen gemaakt? Wat moet ik daar ooit mee met al die knoppen? Knoppen zijn misschien wel echt de meest nutteloze items die je kan maken. Zeker als je er 24 hebt. Dit gaat nog een lange, lange dag worden. Maar we moeten het volhouden. We moeten zo lang mogelijk gamen vandaag. Het kan niet anders dat we deze challenge niet gaan halen anders. En wat is dit? Ligt hier nou koper? Kan ik dat hakken met een houten pickaxe? Alsjeblieft, kom op. Doe het. Verdwijn niet.
het is verdwenen en... Wat? Mijn pickaxe is ook verdwenen hierdoor. Oké, ik wist niet dat dat zo snel kon opgaan daardoor. Misschien staat dat ook wel in de regels van Minecraft, dat je geen ores moet hakken met een houten pickaxe. Ik heb tenminste vanaf nu ook een stenen pickaxe. Hiermee kunnen we van alles gaan hakken. En laten we dan ook gelijk wat nieuwe sticks maken voor een nieuwe axe. Ik ben echt benieuwd waar Anka... Wat moet jij nou weer? Nee, jij krijgt geen huis. We hebben al een schaap als huisdier. Jongen. Nou ja, laten we de stenen er maar bij pakken. Hoe kunnen we dan... Oh, daar komt Anko aan. Anko, is het gelukt? Hallo. Ja, ik heb zoveel hout. Moet je kijken. Hoe kan ik dat aan jou geven? Ja, geef het maar aan mij voordat je er weer knoppen voor maakt. Kijk hoeveel. Wow. Je hebt echt zo... Wat? Hoe kom je aan zoveel hout? Ik heb nog een verrassing. Ik heb een stok gevonden. Oké, dat was een verrassing, dat was een grapje. Ik heb witte hout gevonden. Oh, daar kunnen we ook wel wat gaafs mee maken misschien. Maar waar is mijn rood visje? Ja, daarover gesproken. Ja? Hij is hier, kom maar mee. Oh, oké. Ik ben zo benieuwd waar die is. Hoe gaat het met hem? Hij zit in dit gat. In een gat. Waarom zit rood visje in een gat? Omdat hij anders de hele tijd wegloopt, Anko. Het huis is nog niet af. Ik ben ervoor bezig, oké? We gaan iets moois voor hem bouwen. Maar tot die tijd moet rood visje even in het gat blijven. Oké, dat is goed. Maar hij kijkt me zo zielig aan. Dus we moeten wel echt opschieten met het huisje. Oké, ik ga al beginnen, ja. Het huis. Oké, hoe kunnen we het huis het best maken? Ik denk dat we eerst een plekje moeten maken voor rood visje, zodat hij niet wegloopt. Ja, graag. Oké, ik ga gewoon heel veel sticks maken. Daarmee kunnen we dan heel veel hekken gaan maken. Laten we gewoon een stack van dit hout maken. Oké, daar gaan we dan. Die moeten daar komen en die moeten daar komen. Ik heb 24 hekken. Net zoveel hekken als dat jij knoppen hebt gemaakt. Oh, je hebt de deur. Ja, ik heb 4 deuren al gemaakt. Dat heb ik ook met per ongeluk gedaan. Je hebt dat per ongeluk... Anko, je bent zo noob in Minecraft. Wow. Oké, nou ja, ik ga hier alvast de onderkant maken voor het huisje zo. Ik dacht eraan als we hem nou 5 lang maken. En dan kunnen we hier een plekje maken voor rood visje, denk ik zo. Als we dit nou ook 5 naar deze kant maken. Oh. Snap je? Ja, best wel goed uit. Ik weet het, maar ik denk dat rood visje ook best wel de ruimte nodig heeft hier zo. Maar hier moet een deurtje komen, toch? Kijk, zo. Nee, wacht. Die moet denk ik meer hier komen. Als je hem nou hier in het midden maakt, dan kan hij er hier altijd in en eruit. Maar past hij daar wel doorheen? Ik wil niet beledigend zijn, maar rood visje is wel iets groter doorheen. En we kunnen hier ook een hekje maken als je wil. En hier ook, zodat hij er aan alle kanten in en uit kan. Aangezien hij er toch... goed? Anko, nee, zo hoort een hekje niet. Een hekje hoort tegen het hek aan. Oh, oké. Dit wordt echt een lange dag met jou. Nou, het is gelukt. Oh, dat is beter. Oké, wat we misschien ook zouden kunnen doen is dit hout hier zetten. Dit vervolgens zo pellen, zodat het er mooi uitziet. En dan kunnen we dit zo maken. Ziet dat er cool uit? Ja, dan met een hekje ertussen. Kijk! Ja, een hekje. Ik zat meer te denken aan misschien wat glas. Maar hey, als jij een hekje ertussen wil, dan... Weet je, be my guest. Je mag het altijd doen. We hebben tenminste ook wat dingetjes nodig voor glas. Waarom staat dit hek? Nou, weet je wat, Anko? Het maakt ook allemaal niet uit. Kan jij ervoor zorgen dat we 6 stukjes zand hebben? Ik heb er 6 nodig. Dan kan ik verder met het huis, ja? Oké, ik ga bezig. Oké, dankjewel. Ik denk dat we Anko gewoon het beste op kleine reisjes kunnen sturen om spulletjes te halen. Voor ons en dat wij dan het beste aan het huis kunnen bouwen, zodat gewoon alles vlekkeloos verloopt hier zo. Ik maak de palen hier tenminste nog een stukje hoger. Hier komt rood visje, het schaap van Anko, dan in te staan. En ik denk dat er hier wel plek komt voor een mooie deur. Zo aan deze kant, dan maken we hier nog wat hout zo eroverheen. En dan hebben we zo eigenlijk echt veel meer cobblestone ook nodig. Hier komt sowieso weer een paal naar boven zo. Oh nee, ik heb er eentje verkeerd geplaatst. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Oké, die moet ik hebben, dankjewel. Pjoe. Maar hey, dit begint er al wel op te lijken op een huisje. Lijkt mij dan. Wow, Alex, wow. Kan je dit goed? Dankjewel, Anko. We hebben alleen nog een plekje nodig waar we wat eten kunnen braden. Wat nou maken we daarvoor een kampvuur? Oh, dat is een heel goed idee. Maar ik heb ook zand voor je gemaakt. Of gepakt en over. Kijk, grijs zand. Anko, zand heeft een andere kleur dan grijs. Dit is gravel. Oh, is dat een verschil? Ja, dat is zeker een verschil. Oké, weet je wat, Anko? Loop maar mee. Het is allemaal niet erg, hoor. Ik leg het je wel uit hoe zand eruit ziet. Dit is hoe zand eruit ziet. Het andere is grind. Dat is van allemaal steentjes. Oh, het voelde al een beetje hard aan. Ja, dat heb je. Heb je een beetje hand gehakt ook? Ja. Heb je dan niet ook allemaal schelpen tussen je nagels zitten nu? Ja, maar ik moet eigenlijk mijn handen even wassen. Nou ja, er is genoeg water. Oké. Ho, ho. Ja.
Anko, je kan wel zwemmen, toch? Anko, kom! Naar boven! Alex, ik kan nog niet zwemmen. Ik heb een zwemdiploma, ook nog niet. Nee, ik merk het inderdaad. Jongen, dit wordt echt wat met Anko. Nou ja, het komt allemaal goed. We hebben een open haard nodig. Waar kunnen we die het beste bouwen? Oh, nee. Wordt het nou donker? Oh nee, het gras is ook nog niet gegroeid. Of het weed wat ik daar aan het groeien was. Laten we het kampvuur gewoon op een plekje voor de deur zetten. Misschien dat we daar Anko's gravel wel voor kunnen gebruiken. Om een leuk plekje daarvoor te maken voor het kampvuur. Weet je, dan komt het misschien toch nog een soort van pas. Als we hier gewoon een klein soort kampeerplekje kunnen maken. Waar we dan ook daadwerkelijk al ons eten kunnen koken zometeen. Anko, heb jij die vis nog? Ja, ik heb nog een vis. Het is namelijk tijd voor ons avondeten. En als je die vis op het vuur legt, dan kan je er eten van maken. En dan kookt hij. Oh, wat vet. En ik begin ook best wel een beetje honger te krijgen. Ik heb nog maar 3 hunger bars. Ik heb precies hetzelfde. Ik heb best wel trek. Oké. Anko, er is wel een heel groot probleem. Oh nee, ik zie achter jou de mannen opkomen. Ja, dat is het dus. En je weet wat dat betekent. Dan komen er zombies. Nee, daar ben ik heel bang voor. Dat snap ik. Dus daarom moeten we het huis zo snel mogelijk afzien te krijgen. We hebben alleen nog steen nodig. En misschien nog wat extra torches. De vissen zijn af. Alsjeblieft. Dit is je avondeten voor vandaag. Oh, dankjewel. Het is niet veel, maar we hebben tenminste iets als eten. Laten we ook wat torches maken. Heb jij die stokken nog? Ik heb geen stokken, maar ik kan ze misschien wat maken. Anders maak ik er wel eentje. Kijk, dan doe ik zo, dan doe ik zo. Ja, kijk. 4 sticks voor jou. Oh, ik had ze net ook gemaakt. Ja, maakt niet uit. Top, dankjewel. Oké, hier moeten lampjes en hier moet een lampje. Oh, nee. Het is misschien ook wel heel handig om een zwaard te maken. Oh, maar mijn... Nee, rood visje. Hoe gaan we hem beschermen dan? Misschien een dak erboven zetten? Ja, dat denk ik dat het wel het beste is. Oh, hij leeft nog gelukkig. Ik ben tenminste nog weer naar beneden aan het hakken. Misschien dat ik dan wat extra stenen kan hakken. Misschien dat ik dat met zand boven hem kan bouwen. Nee. Geen zand boven rood visje zetten. Dan gaat hij dood. Dan stikt hij. Oh, oké. Gravel? Nee, ook niet. Oh, Anko, je hebt zoveel te leren. Ik bouw wel een dak voor hem, oké? Dan kan hij daar een beetje veilig... Anko? Ja? Kan je heel even terugkomen naar het huis? Kleine bespreking tussendoor. Jawel. Nou ja, het huis. De 2 muren die we hebben alleen. Het probleem is dus als volgt. Ik zag in de verte een creeper staan. Nee, niet nu al. Daar is een zwaard voor je. Daar. Oh, een zwaard hebben we nodig. We moeten namelijk, als we een monster zien, dat monster vermoorden. Oh, ik ben zo bang. Ik snap het. En wat je ook doet, eet het verrotte vlees van de zombies niet. Dan word je ziek. Oké, duidelijk. Waar, oh waar, is rode vis gebleven? Ik heb hem ingebouwd. Oh, je hebt het al ingebouwd. Het is, niet per se heel mooi, maar kan ermee door. Hij is veilig, toch? Ik denk het wel. Laten we er een lampje op zetten, dat we hem niet kwijtraken. Het lijkt net alsof we een grafvorm hebben gemaakt nu. Oh, dat heb je wel gelijk in. Ik vind het ook allemaal zo zielig. Ik weet het, maar morgen redden we hem, oké? Morgen kunnen we hem een plekje geven thuis. Ik bedoel, het plekje is al bijna af. Het moet alleen nog een beetje beveiligd worden met een dak erboven en dat soort dingen. Wat hebben we nog meer nodig? Ik heb nog een paar extra stenen voor de muren van het huis hier zo. Die komt daar en... Oh nee, ik heb net niet genoeg. Ik ga het afmaken met dirt, kijk. Nee, maar het moet wel met steen, Anko. Anders is het niet stevig. Oké, ik zet gewoon hier een lampje neer. Ik kom er bijna aan. Ik hak nog een paar extra stenen voor het huis. Wat, Alex? Een creeper bij ons huis. Oh, wat? Ik kom er gelijk aan. Anko, kijk uit. Help, help. Ik red rondjes. Nee. Waar is die? Anko, waar ben je? Oh, nee. Hier komt een creeper. Er zijn er twee. Oh, nee. Anko, je erin. Ik heb er één. Hij is tenminste dood. Ja, gelukkig niet dat ons huis ontploft is. Nee, inderdaad. Oh, nee. En ik zie er ook allemaal spinnen en skeletten. Anko, ik heb een plekje voor jou. Kom jij maar gewoon hier staan. Dan bouw ik het huis wel om je heen een beetje dicht. Zodat, de creepers je hopelijk met rust laten. Heb jij dat zand nog? Ja. Kan je dat dan in de oven leggen? Natuurlijk. Oké, op die manier kunnen we er namelijk ramen van maken. En dan komen er denk ik ook echt een stuk minder monsters hier naartoe. Ik kom alleen nog 1 zo'n houtblokje tekort. Nou ja, die vullen we gewoon nu af en zo op. Kijk! Dat werkt ook wel, denk ik. Ik heb het zand erin gedaan, maar het kookt nog niet. Heb je misschien iets daarvoor? Ja, ik heb er kool bij gedaan. Nu moet het als het goed is wel werken. En wat ik ook ga doen, is ik ga een deur maken. Oh, dit ziet er een stuk beter uit zo, denk je niet? Waar heb je die deurknoppen nog? Die gaan we denk ik niet gebruiken voor de deur. Ik bedoel, dat is een beetje gek, want we kunnen net zo goed op de deur zelf klikken dan. Oh, oké. Anko, is het goed als ik je even alleen laat? Ik moet wat zombies killen, ja? Ik heb wat spullen nodig.
nodig. Oh, maar ja, ik hoor ze nu al en ik ben best wel bang. Oh, het komt helemaal Maak goed, het ja. Snel. Doe het snel, doe het snel. Oké, okay, daar gaan we dan. Waar zijn de monsters? Ik heb namelijk een ideetje. Ik heb hier al 2 gunpowder bij me. Morgen is het natuurlijk weer een hele nieuwe dag. En het lijkt mij... Wat doet die Enderman hier? Wat doet die Enderman hier? Waarom zit hij achter me aan? Waarom zit hij achter me aan? Waarom zit hij achter mij aan? Oké, misschien is dit toch niet het beste idee. Oh, nee. Hier komen Enderman, hier komen Enderman. Rennen. Ik ben dood. Oh, Alex heeft me nu helemaal alleen gelaten. Gelukkig heb ik hier een heel mooi bloemetje staan. Maar ik hoor de zombies al de hele tijd. Alex, ze gaan hem achter Alex aan. Oh, eigenlijk moet ik wel moed verzamelen om Alex te helpen. Oh, maar Alex pakt zo. Oh, hij... Dat klinkt niet heel goed. Oh nee, Alex! Nee, Alex. Wat is er met Alex gebeurd? Ik hoor een heel eng geluid. Laat het stoppen. Daar is Alex weer. Anko, kijk uit voor de Enderman, zou ik zeggen. Ik was bang dat ik je kwijt was, Alex. Ik zag je wegrennen en toen was je spoef weg en... Ja, er zat een boze Enderman achter me aan. Maar dat maakt niet uit. Ik ga gewoon op jacht, weet je. Doe alsof er niks is gebeurd. Oké, is goed. En hou je taai, zou ik zeggen. Doei. Doei, succes. Dat ging heel erg niet als ver... Oh nee. Maar wat ik dus wil hebben, is ik wil zombies killen. Of nou ja, zombies, creepers voornamelijk. Ik heb hier al 2 gunpowder. En ik wil Anko morgen pranken met een TNT prank. Ik ben alleen al mijn torches kwijt. Oh, dat is wel vervelend. Dan zie ik helemaal niks. Waar zijn alle creepers gebleven? Waarom kan ik ze niet zien vanaf hier? Net waren er nog zoveel. En nu zie ik alleen maar zombies en skeletons. Ik heb 5 gunpowder in totaal nodig om een blok TNT te kunnen maken waarmee ik Anko kan pranken. En volgens mij zie ik daar tegenover een creeper. Of het is gras. Nee, ja, het is een creeper. Het is een creeper. Die moet ik gewoon zien te killen zonder dat hij explodeert. Oh nee, ik moet rustig bij de kant komen. Hallo creeper. Wil je met mijn vrienden worden? Nee, ik ook niet met jou eigenlijk. Oh nee, niet ontploffen. Hij moet op de kant komen. Ik heb gewoon die gunpowder nodig. Oh nee, niet ontploffen. Ah, nee. Oh, dat ging fout. Wow, er is hier zoveel lava. Maar dat heb ik nog niet nodig. Ik heb creepers nodig. En niet jou, meneer de zombie. Stomme zombie dat je bent. Oké, misschien moet ik toch wel wat... Wow, onderwater zombie. Oké, nee, ik laat hem wel met rust. Laten we nog 1 keer kijken bij de overkant of er daar wat creepers zijn. Oh nee, er zijn zoveel zombies bij Anko. Hij kan het wel aan, toch? Zou je denken? Oh nee, skeleton! Hier komen, stom skelet dat je bent. Oh nee, ga dood, dankjewel. Oké, snel wat van dat vieze vlees eten. Daar is weer een creeper. Ik moet jouw gunpowder hebben om Anko te pranken. Kom op, niet ontploffen. Ja. Dit gaat goed, dit gaat perfect. Ja, we hebben hem. En we hebben geen gunpowder gekregen. Ah! Oh, waarom is dit zo moeilijk? Als je geen creepers zoekt, kom je ze altijd tegen. En als je ze wel zoekt, nooit. Gelukkig staat er hier nog eentje. Oh nee. Het is alleen heel moeilijk altijd om een creeper te killen. Zeker als je weet dat er heel veel monsters achter je nog staan. Oh, deze is sterk. Deze wil niet zomaar dood. Ja, hij geeft me er 2. Oké, dan heb ik er nog maar eentje nodig en dan zijn we klaar. Oh nee. Anko, gaat alles goed erbuiten? Ja, ik probeer het nu. Oh nee. Anko, kijk uit. Er zitten zoveel zombies achter je aan. Ik weet het. Oh nee, kom je redden. Oh, ze zitten allemaal achter jou aan. Ja, ik weet het. Nog een skeleton. Oh nee, ik ga zelf ook bijna dood. Oh nee. Oh, ik heb hem. Pak hem. Terug naar huis. Oké, dat was mijn nacht. Oh, jongen. Anko, ben jij ook die spin? Niet, zeg maar nog niet dat er ook nog een spin is. Weet je wat? Laten we gewoon hier binnen blijven. De zon komt tenminste al op. Oké. Hey Alex, ik heb echt heel veel trek en ik heb nog maar de helft van mijn hartjes. Dat was me nog eens een nacht. Hoe ging het bij jou precies? Oh, ik was zo bang, Alex. Maar ik heb ons huis verdedigd. Ik heb het gewoon gedaan. En ik heb gevonden wat ik moest hebben. Oké, Anko. Ik denk dat het tijd is om wat ramen in ons huis te zetten. Zodat het wat veiliger wordt hier zo voor de volgende nachten. Eentje daar, en eentje daar, en eentje daar. En, Anko, ik heb de... Wat doet... En... Oh, nee. Enderman! Oh, nee. Ik heb hem bijna. Red weg, Anko. Help me, Anko. Pak hem. Oh, nee. Ik zit vast in een gat. Hij is bijna dood. Pak hem. Ja! Yes! We hebben de Enderman. En ik heb een Enderman.
Pearl gekregen. Die zijn zo zeldzaam. Oh, maar er staat er nog één in de verte. Zal ik hem aanvallen? Nee, laat hem maar met rust. Weet je, als die ons niet lastig valt, dan vallen we hem ook niet lastig. Want dan is dat denk ik niet echt nodig. Oké, dat is goed. Maar Anko, wat ik dus heb gedaan vannacht is dit. Of nou ja, gisteren. Ik heb hier wat wheat geplant. Dit kunnen we dan terugplanten. En hiermee kunnen we... Hoe heette je schaap ook alweer? Roodvisje, hoezo? Dan kunnen we die lokken. Oh, ja, natuurlijk. Dat eindelijk naar zijn nieuwe huis. En die Enderman is hier ook weer. Weet je wat? Laten we... Oh, nee, hij komt wel erg dichtbij. En hij heeft een blok gras gepakt. Oké, weet je, hij is een beetje maf. Maar laten we roodvisje gaan halen. En ik vind het nog steeds een hele aparte naam. Maar dan kunnen we hem wel in zijn nieuwe huis stoppen eindelijk. Oh, leef je nog rood... Oh, ja, roodvisje is er nog. Hij is er nog steeds. Oh, je mag naar buiten. Kom maar met ons mee. Naar je nieuwe... Kijk, Anko! Oh, neem hem mee. Oké. Wil jij het niet doen, aangezien het jouw schaap is? Ja, kan het ook met bloemen of alleen met wiet? Nee, alleen met wiet, Anko. Daarom heb ik het laten groeien. Jij moet hem in je hand houden. Okay. En dan moet je de dingen tegen hem zeggen, zo van... Kom maar mee. Kom maar, roodvisje. Precies zo. Maar je moet hem niet zomaar het eten geven, want dan komt hij niet meer. Loop ik wel goed? Ik loop nu achteruit. Ik zie niks. Anko, kijk uit. Anko, je loopt in het vuur. Anko, je loopt in het vuur. Auw, mijn kont. Oké, ik hou dit gat wel even voor je dicht. Ja, kom maar. Waar ben ik nu? Ja, hierin. Kom maar, hij zit binnen. Yes! Het is gelukt. Nu mag je hem wel het eten geven. Hij is braaf geweest. En dan gaat hij ook wel van je houden, denk ik. Oh, koetje. Oh, hoe is het rood visje? Kijk eens wat ik heb voor jou. Alsjeblieft. Oh, ik vind het super lekker. Maar Anko, wat we vandaag wel echt moeten doen, is eten halen. Doe hem nou weg! Ja, goed. En over eten gesproken, weet je, we kunnen wel allemaal eten gaan zoeken. Maar nou gaan we gewoon weer wat vissen vermoorden. Ja, dat is niet mijn favoriet, maar ik heb het nodig. Ik heb nog maar een half hartje, Alex. Oh nee, dan hebben we het zeker nodig. Kom snel. En pas op dat je niet verdrinkt. Kijk, daar zijn alle rode vissen heen. Dan neem ik jou mee. En dat gaat echt heel makkelijk met een zwaard. Veel makkelijker dan met een stok. Ik laat ze wel een paar leven. We willen ze niet allemaal hebben, denk ik, dan maar. Nee, dat is zielig. Ik heb er 4. Die kunnen we wel op de barbecue leggen nu. Ja, lekker, want ik heb het wel echt nodig. Dat dacht ik al. Dan doen we die daar en daar, alsjeblieft. Dan kunnen we die zo lekker gaan eten. En we moeten natuurlijk ook nog een dak hebben voor op ons huis. Ik heb nog wel wat hout over waarmee we wel wat dingen kunnen bouwen. Laten we sowieso een trap maken. En die trap kunnen we misschien het beste hier in de hoek maken. Vind je niet? Ja, dan moet je wel een ondergrond hebben, toch? Zo. Ja, van gravel. Ik zat eraan te denken om gewoon van hout te maken. Oké, alles met hout voor het huis. Precies. Check. En dan kunnen we hiermee zo naar boven lopen. En dan hebben we ook nog een bovenverdieping vloer nodig. Dus laten we wat slabs maken. Ik denk dat we daarmee wel de mooiste vloer kunnen maken voor de bovenverdieping. Als we dit nou zo doen. En dan kunnen we boven zo meteen misschien wel gaan slapen en al dat soort dingen. Oh, ik ben zo moe, Alex. We zijn nu al 24 uur wakker. Ik weet het, Anko. Maar we moeten nog even. Het is niet voor niks de challenge om zo lang mogelijk te gamen. Oh ja, ik begin het wel lastig te krijgen. Maar kijk, dit kan zo de bovenverdieping worden. En ik zat er dan ook aan te denken dat we het misschien kunnen verlengen tot het hele gebied boven rood visje. Snap je? Op deze manier. Dan hebben we een veel groter huis. Oh ja. En dan staat rood visje uiteindelijk ook gewoon overdekt hier beneden. Heel goed idee. Anko, kan jij misschien nog wat van die witte boom maken? En dat hout zo laten? Dan kunnen we daar weer die ramen mee maken. Ja, natuurlijk. Ja. Dan moet ik ze wel even vinden. Daar in de verte staan er heel veel. Doei! Oh ja! Oh! Auw! Ik wist niet dat jij nog steeds een hartje had, maar... Sorry, Anko! Nee, daar ben ik weer. Waarom sloeg je me nou? Omdat ik... Dat ging per ongeluk. Ik sloeg je helemaal niet. Dat zag je gewoon voor je. Heel veel van je spullen liggen hier nog. Kijk uit dat je het wel dicht doet, het hekje. Ja, want ik wil rood visje echt niet laten ontsnappen. Nou, ik ga boom hakken. Tot zo. Oké, succes. Ik ga in de tussentijd hier nog een klein beetje verder bouwen. We hebben namelijk... De deur moet wel dicht. Oh, jeetje. We hebben namelijk wel wat dingetjes nodig. Zo wil ik hier een paar hekjes neerzetten, dat we niet zomaar bij het trappenhuis naar beneden vallen. Oh, Anko! Ja! Kan je ook wat van dat normale hout meenemen? Normale hout? Ja! Wat is normale hout? Oakwood! Van die rode bomen! Oh, dat is oakwood! Ja! Kun je die meenemen? Ja hoor! Oké! Oh,
dat is perfect dat hij mij nog net kon horen vanaf daar. Nou ja, laten we hier tenminste wat palen maken. Die torches neem ik ook mee. Oh, dit huis wordt zo cool zometeen. We kunnen hier zometeen gewoon boven logeerpartijtjes houden en feestjes houden. Dat terwijl het rode schaap hier van Anko gewoon beneden zit. En ik heb nog steeds deze 5 gunpowder die ik vannacht heb gehaald. Wat precies genoeg is om een stukje TNT mee te maken. En aangezien Anko nu weg is, lijkt dit mij het perfecte moment om een val te bouwen. Een prankval. Iets waarmee we Anko kunnen pranken. Een grapje mee kunnen uithalen. We hebben... een pressure plate kunnen we misschien wel gebruiken, maar... zullen we dat zo doen? Ja, ik denk dat dat wel leuk is. Of wat we ook kunnen doen is een van Anko's knoppen gebruiken. Hij heeft er natuurlijk zelf superveel gemaakt en de vissen zijn ook klaar. Maar omdat hij zoveel knoppen heeft... ja, Alex, wat is er? Ik heb een probleem. Wat is het probleem? Mijn ex is kapot gegaan. Ik kan geen hout meer hakken. Neem deze maar mee. Oh, dat vind ik heel aardig. Dan krijg je deze van mij. Oké, dankjewel. Anko, je moet snel terug naar het bos, want ik hoorde dat Bigfoot op je wacht. Oké, dat was bijna kantje bord. Ik kon niet bijna luisteren wat ik te zeggen had. Maar wat ik dus wil doen is, ik wil ergens een knop neerzetten. Ik heb ook wat zand nodig, want met zand kan ik TNT maken samen met de gunpowder die ik al heb. En dan moeten we Anko op een of andere manier op de knop laten drukken, waardoor de TNT zo meteen afgaat. Waarom moet het nou weer precies gaan regenen? Het onweert ook. Al doe ik dit hier zo en dit hier er zo tussen. Oh, het is gelukt. We hebben TNT. Oké, dat is perfect. Dan moeten we nu hier ergens een muur gaan bouwen, denk ik. Laten we de muur maar van hout bouwen hier zo. Dan doen we er wat dirt omheen met het blokje TNT erin, zodat het lijkt alsof het een berg is. Dan doen we hier... Wow! Oké, ik wist niet dat de bliksem zo dichtbij insloeg, letterlijk. Oh, er komen ook allemaal monsters weer. Misschien dat Anko dan zo meteen van naar huis komt. Hij is heel bang voor monsters. We moeten dit echt snel gaan afmaken. Oké, laten we maar hier zo eventjes dit zo erbij zetten. Dan hebben we science nodig. En... Oh nee. Deze zombie moet dood. Als we hier nou een bordje zetten met alleen Anko mag op deze knop drukken. Alleen Anko mag hierop drukken. Ah. Zo, dan laten we dit gewoon zo... Oh! Oh nee, Anko is thuis. Ga weg. Anko, gaat alles oké daar? Help, er zitten zoveel achter me aan. Kom snel naar huis dan. Oh, de prank is net klaar. Dus als het goed is, goed gelukt. Nee. Anko, naar binnen. Ik kill de spin wel voor je, snel. Ik ga naar binnen. Ik ben er. Oh. Nee, er staat zelfs een creeper voor de deur. Oh nee. Niet ontploffen, creeper. Oh nee. Pak Alex hier. Ik ben bezig. Oh nee. Stomme zombie dat je bent. Stomme creeper ook. Oh nee. Ik heb ze. Oké, snel naar binnen, Anko. Oh. Is het geluk? Oh, ik was zo bang. Alex, het onweer. Ik weet het, Anko. Weet je wat? Laten we gewoon ons avondeten opeten. Ik heb hier wat visjes voor je. Lekker. Laten we maar snel hier ergens op de grond gaan slapen. Slaap lekker. Oké, slaap lekker. Alex. Wat is er, Anko? Er is een bordje met mijn naam erop in de verte daar. Zie je dat? Bordje met jouw naam erop? Hoe kan dat nou weer? Ik weet het ook niet. Ik moest het jou laten zien. Kijk. Wat staat er dan? Het staat voor dat alleen Anko... ik ben Anko, dus jij mag denk ik niks mee te maken hebben, denk ik. Alleen Anko mag hierop drukken. Het is een knop. Ik hou van knoppen. Zou ik hier op drukken, Alex? Weet ik, Anko, maar wil je hier wel op drukken? Ik bedoel, heb jij dit hier neergezet, of... Nee, ik niet. Misschien deze spin, hallo? Anko, ik denk niet dat die spin dat kan. Ik bedoel, hij heeft al wel 8 poten, maar hij heeft geen 8 armen. Oké, maar ik wil er gewoon heel graag op drukken. Zou ik het gewoon doen? Oké, ik zou het doen. Ik doe het. Ik ga nu kijken naar hoe je dit doet. Wat gebeurt er nou? Wat, Anko? Heb je diamonds gekregen of niet? Nee. Wow! Anko, je bent geprankt en je bent erin getrapt. Kom op. Ik moet dit huis wel helemaal afbouwen. Ik heb nog superveel hout erbij gekregen van Anko, gelukkig. En hij is gewoon in mijn prank getrapt. Ik vind het zo leuk. Ik hou ervan als mijn pranks werken. Maar oké, terug met het echte werk. Ik heb hier 12 slabs. Kan ik het hiermee opvullen? Dit dak hier zo. Ik hoop het wel, maar ik denk het net niet. Nee, ik heb er nog 8 nodig. Ik heb ook niet eens zo heel veel hout meer eigenlijk. Nou ja, dit zetten we gewoon hierboven, zodat we hier niet erin vallen tenminste. En dan moeten we
dit ook nog dicht gaan bouwen. Ik wil hier ook wat grotere ramen hebben misschien zometeen boven. Want dit wordt wel een beetje het slaapgedeelte van het huis. Sowieso heb ik ook weer een nieuwe axe nodig. Dus laten we die ook maar gelijk gaan bijmaken. En laten we misschien zelf ook even wat bomen gaan hakken. Voor wat extra hout voor het huis. En deze boom is nog steeds niet gegroeid. Wat duurt dat langzaam? Heeft Anko nou echt de regel van Minecraft verbroken dat je vliegende bomen niet mag laten vliegen? Oh, Anko snapt ook zo niks van Minecraft, hè? Vandaar dat hij zo makkelijk te trollen is. En je verwacht ook nooit dat hij een troll terug gaat doen, want hij weet niet eens hoe pranks werken in Minecraft, omdat hij het zo weinig speelt. En dat maakt het misschien juist helemaal geweldig. Ook heb ik een paar birchwood bomen nodig. En oh, hier kan ik eten van krijgen. Kom hier! Oh, nee. Die is dood. Oké, dat ging sneller dan verwacht. Oh, Alex, die had me echt daar wel goed te pakken met de TNT. Ik moet ook echt een prank voor hem uithalen. Maar wat kan ik hier doen? Ik bedoel, er is alleen maar water, schapen, rode bomen. Dus ik snap het. Ah, ik moet er wel even iets heel goeds bedenken. Ik moet even heel goed heen en weer kijken. Ziet het nog goed? Dit is lava! Oh, wat nou als ik een prank maak met lava? Dat hij daarin valt. Misschien kan ik daar een soort van grote duikplank maken. Helemaal de lucht in. En dat hij dan hier naar beneden springt in de lava. Ja, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Want er is natuurlijk vet veel water. Hij zou hier nooit denken dat hier lava zou zitten. Waarom zit hier überhaupt lava? Dat is zo random naast water. Oké, maar dan moet ik nou eens wat meer bomen hakken. Om dat te klaar te kunnen krijgen. Zo, dat is weer een extra boompje. Ja, dat is weer één. Dat is weer één. Zo. Oh. Maar ik heb wel echt heel veel hout nodig, denk ik. Hé, ik krijg ook eieren van deze kippen. Misschien kan ik Alex daar zo wel mee lokken, eigenlijk. Die kant op naar mijn... Ja, naar mijn grote duikplank die ik ga maken. Oh, maar ik wil niet eerst helemaal weer terug. Want dan weet Alex sowieso dat er wat aan de hand is. Ik maak wel even een nieuwe crafting table. Zo, en die zet ik hier neer. Zo, die moet ik straks wel weer weghalen. Dat moet ik niet vergeten. Want anders weet Alex dat ik wat van plan ben. Zo, ik heb nu ook heel veel sticks nodig. Zo, laat ik gewoon heel veel maken. Want ik heb ladders nodig. Zo, 52 sticks. Oké, dat moet eerst wel goed komen. Oké, ladders. Hoe maak je ladders? Zo, denk ik. Zo. Oh ja, ik heb het. Zo maak je ladders dus. Dan moet ik heel veel ladders hebben. Oh, ik ben nog wel even bezig dan. Zo, ik heb al 21 ladders. Dat is wel best wel wat. Oké, ik moet hem wel even goed hebben hier. Gewoon hier, vanaf hier gaan we naar boven zo. Oh nee! Ga ik nou echt een verrot vlees eten om thuis te komen? Ja, ik moet wel. Ik kan anders niet eens rennen en dan schiet het ook helemaal niet op. En laten we dit stuk vlees maar even op de barbecue erbij gooien voor strakjes. Hier moest sowieso nog zo'n nieuwe birch log bij komen. En laten we dan ook gelijk gewoon beginnen met het maken van al het hout hier zo. Op deze manier, met nog wat plankjes erboven en eromheen helemaal. En hier natuurlijk ook boven het hok van het rode vissenschaap. Als Anko zo meteen thuis komt van het hout hakken, dan gaat hij zo verrast zijn dat ik alles al goed heb gemaakt. En dan hebben we dat hout wat hij aan het hakken is nu trouwens niet eens meer nodig. Waar is Anko eigenlijk? Want hij was ook niet waar ik net hout aan het hakken was. Nou ja, ik zet hier tenminste wat lampjes neer. Ja, die moeten eigenlijk ietsje lager. Ik ga namelijk weer wat slabs erbij maken, zodat ik daarmee een dak kan maken. Dan doen we er nog eentje daar en daar. Oh, dit ziet er goed uit. De hele bovenverdieping is af. Dan heb ik nu nog alleen wat wol nodig voor wat bedden. Ik denk alleen wel dat we daarvoor wat schapen moeten vermoorden. Ik wil namelijk gewoon een keertje op een zacht bed kunnen slapen in plaats van op de grond. Dus het spijt me, schapen, dat jullie dood moeten. Zeg het alsjeblieft niet tegen Anko dat ik andere schapen heb vermoord. Anders dan wordt hij namelijk denk ik best wel boos op mij. En anders best wel sip misschien. Dat wil ik ook niet hebben, oké? Dan kill ik jou nog. En dan hebben we er 6. Dan neem ik een rood bloemetje mee voor Anko's bed. Een blauw bloemetje voor mijn bed. Zodat we ze allebei wel een kleurtje kunnen geven natuurlijk. En dan is het tijd om naar huis te gaan met al deze monsters hier buiten. Zo, dan is die klaar. Dan maken we even wat witte verf. Dat in combinatie met de blauwe verf wordt lichtblauwe verf. Dan maken we een lichtblauw bed en een rood bed. Eentje kan dan daar en eentje kan dan daar. En dan kunnen we daar slapen. Oh, maar waarom moet ik nou weer zwemmen in de lava? Het was de bedoeling dat Alex hierin zou gaan. En dan val ik zo. Al mijn spullen zijn ook weg. Nou, gelukkig heb ik dit nog weer onderweg gevonden, wat hier nog in de buurt lag. Dus we moeten even alles weer opnieuw maken. Oh, ik haat dit. Zo, nou, ik heb in ieder geval ook weer super veel stokjes. Dus hier doen we de helft. Zo, ik heb nu 45 ladders gemaakt. Oké, maar dit is meer dan dit heb ik ook eigenlijk niet nodig. Ik moet nu gewoon voorzichtig aan naar boven werken. Zo. Oh, ik ga wel heel hoog. Ik weet niet of ik dit wat durf, hoor. Oh, dit is wel hoog genoeg tot nu toe. Oh.
Zo, ik ben nu bezig met de ladders, want die hebben we natuurlijk ook nodig om helemaal naar boven te kunnen komen. Maar dan heb ik echt nog zoveel hout nodig, dus ik moet weer opnieuw gaan hakken, want ja, ik moest natuurlijk weer doodgaan. Oh nee! Ik ben hier zo slecht in. Oh, gelukkig, mijn spullen liggen er dit keer nog wel, want ik was gewoon doodgevallen. Maar ik heb meer hout nodig. Oh, ik zie hier meer hout. Hier moet ik echt even heen, want ik heb echt hout nodig. Ik heb meer stokken nodig. Het moet namelijk zo hoog zijn dat hij het niet kan zien. Zo, oké. Nu moet ik heel veel hakken. Oh, het begint nu ook al donker te worden. Ik hoop niet dat ik weer te veel zombies komen en dat soort dingen. Ik wil het gewoon graag mijn prank afmaken, want ik moet en zal Alex terugpakken. Want ik laat me natuurlijk niet in de maling nemen. Oh, eindelijk. Ik ben klaar. Dat heeft me zoveel moeite gekost voor een prank op Alex. Anko, waar bleef je de hele tijd? Hey, sorry, Alex. Ja, ik was bezig, maar ik ben nu wel echt heel erg moe. Zullen we gauw gaan slapen? Nou ja, ik heb de hele huis al afgemaakt in de tussentijd. Kom maar binnen, zou ik zeggen. Ik heb zelfs bedden gemaakt. Die was zo lang weg. Oh, je bent echt lang weg. Oh, mijn god, een groot bed. Dat is mijn lievelingskleur. Ja, daarom. Dat dacht ik dus ook al. Maar eerst is het tijd voor het avondeten. Alsjeblieft. Oh, dankjewel. Slaap lekker, Anko. Oh, slaap lekker. Goedemorgen, Alex. Goedemorgen. Ik moet je gelijk wat vertellen, want je weet nog dat ik gisteren zo lang bezig was. Ja, nogal, ja. Ja, sorry nog daarvoor, maar ik heb een hele hoge huis gebouwd. Wil je die zien? Een heel hoog... Ja, wat? Waar? Ja, kom mee. Dat is zo cool. Natuurlijk wil ik dat zien. Oh, dit huis is ook eindelijk helemaal af, zo met het schaap eronder. Het ziet er mooi uit. Hoe heb jij dan wat gebouwd? Oh, wow. Kijk hoe je is ver, hè? Ik zie het inderdaad al. Dit gaat echt super... Oh, nee. Creeper, Anko. Oh, shit. Oké, snel door. Hier is niks gebeurd. Dat was er al. Alex, je moet wel oppassen, want het werd natuurlijk nacht. Dus ik heb maar één kant gedaan om naar boven te gaan. Je moest heel oppassen. Dat komt denk ik wel goed. Is dit de weg naar het huis toe dan? Ja, dit is de weg naar boven. Ga jij maar voor. Oh, dit is mega hoog, Anko. Ik ben echt benieuwd hoe je huis in de lucht eruit ziet. Ja, ik heb het echt heel lang over gedaan. Want je hebt hier ook een stukje met dubbele trappen gemaakt. En hier dan weer zonder. Je had echt weinig tijd, zeker. Ik had te weinig tijd en het werd donker. Oh, dit gaat zo hoog. Je kan letterlijk alles vanaf hierboven zien waarschijnlijk. Ik ben zo benieuwd naar het uitzicht. Oh. Wow. Kijk. Anko, ik zie ons huis niet eens meer van hier. Zo ver is het. Hoog is het, hè? Maar Alex, zie je deze ei? Ja. Doei. Hey, Anko, hoezo doe je dit? Alex, je bent teruggeprankt. Klik op een van de twee video's die hier naast me kunnen zien staan. Die moet je echt gezien hebben. Doei.